De afgelopen week hebben controleurs van de gemeente Nijmegen bij diverse sportclubs gecontroleerd op handhaving van de regels voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Er zijn 7 boetes uitgedeeld. Ad Frik is voorzitter van de nieuwe federatie van amateurclubs Nijmegen. Boetes zullen worden verstrekt en fikse boetes aan de clubs die betrapt zijn. Ik dacht te weten dat het rond de 1300 euro was. Wat kan de federatie doen om maatregelen daartegen te nemen? Dat is een lastige zaak. Het eerste in ieder geval is dat wij de clubs eens gaan horen. Wat is er voorgevallen? Hoe denken jullie zelf dat je daaraan tegemoet kunt komen? Ik wil graag eerst die clubs horen en dan vervolgens gaan kijken of we met de gemeente in onderhandeling kunnen komen om toch te kijken of er andere maatregelen nodig zijn. De federatie kan zelf niet zoveel doen om die praktijken tegen te gaan, maar we hebben natuurlijk wel afspraken met de clubs. En de clubs hebben allemaal eensgezind gezegd, wet is wet, dat gaan wij ook handhaven. We gaan er echt voor. Dus dat is echt vooropgesteld de goede bedoelingen van alle clubs. Hebben wel aangegeven dat het zeer moeilijk is om dat te handhaven, omdat in feite, degene die drinkt, niet altijd degene is die bekend is aan de mensen die achter de bar staan en de bier schenken. De moeilijkheden zijn vrij groot. De clubs hebben aangegeven van, nou, wij doen ons best, maar we weten niet precies of wij dat ook echt helemaal kunnen handhaven. Er is van begin af aan gezegd dat het een hele lastige zaak zal worden om het waterdicht te krijgen. Het is heel moeilijk. En dat in te zien, dat is één ding. Het tweede ding is van de clubs uit te voorkomen en van de gemeente uit te maken dat het helemaal niet meer gebeurt.